allemaal. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gemerkt, zitten we op dit moment vol in de herfst. En ik weet niet hoe het jullie zit, wat jullie favoriete seizoen is. Maar voor mij is het in ieder geval niet de herfst. Dat zou ik wel eventjes heel eerlijk zeggen. Maar om toch een beetje in de herfstsfeer te komen en er gewoon ja, wel een beetje lekker in te gaan, hebben wij een aantal herfsthacks voor jullie bedacht. In deze video laten we jullie 5 verschillende hacks zien die te maken hebben met fashion, lifestyle en beauty. We kunnen niet wachten om ze met jullie te delen, dus laten we vooral verder gaan. Tijdens de herfst krijgen wij nog veel vaker last van verkoudheid. En dat is echt super vervelend, want dan zit je neus helemaal dicht en dan kan je niet lekker slapen. Dus deze hack heeft te maken met vaporub of ook al tijgerbalsem. Normaal smeer je dat hier op je borst of Op je rug, op waar dan ook. Maar in deze hack laten we zien dat je het ook op een andere manier kan gebruiken. Als je een oliebrandertje in huis hebt, dan is dat super chill. Want dan kan je namelijk een lepeltje vaporub erin doen en dan smelt deze helemaal. En op deze manier komt die lekkere geur van vaporub vrij in je hele huiskamer of in je gewone slaapkamer. En dat is wel heel erg fijn, want op die manier kan je veel beter ademen. En dan heb je niet per se die vaporub op je lichaam zitten. Wat misschien wel vervelend is, omdat het dan op je kleding gaat plakken. In deze herfst en winterperiode wordt je huid wat droger of het ziet er misschien wat doffer uit. Dus in deze tijd is het ook heel erg lekker om lekker veel pamperroutines te doen. Waaronder natuurlijk een scrub momentje. En deze scrub kan je natuurlijk gewoon overal kopen in verschillende winkels. Maar je kan het natuurlijk ook heel gemakkelijk zelf maken. Voor het maken van een scrub heb je nodig een kokosolie. Het liefst eentje zonder geur. Zout of suiker. Hiermee ga je lekker scrubben. Voor dat extra herfstige gevoel voegen wij ook nog speculaaskruiden toe. En als laatste heb je natuurlijk ook nog een bakje en een lepeltje nodig. Voor deze scrub gebruiken wij suiker. Hier scheppen wij 1 à 2 lepeltjes van in het bakje. En ongeveer dezelfde hoeveelheid kokosolie. Bij ons was de kokosolie al een beetje zacht, maar mocht die voor jou heel erg hard zijn, kan je hem ook eventjes smelten in de magnetron. En dat zorgt ervoor dat hij wat makkelijker mixt met de suiker. En als laatste voegen we nog een snufje van de speculaas en koekkruiden toe, zodat het echt dat herfstige gevoel krijgt en lekker gaat ruiken. En klaar is je scrub. Je kunt het lekker over je hele lichaam heen gebruiken. En de kokosolie zal smelten als het in contact komt met je huid. En als je het erna afspoelt, dan hou je een lekker zacht en glanzende huid over. Laatst heb ik een video online gezet waarin ik jullie liet zien dat ik mijn kledingkast herfstproof heb gemaakt. En mocht je dat ook willen gaan doen, let erop dat je niet linea recta al je... Ik weet niet waarom ik dat woord gebruik. Dat je niet meteen al je zomerspul in een zomerbak gooit. Maar kijk er nog eventjes naar of je het misschien ook kan gebruiken voor in je herfstgarderobe. Ja, want op die manier kan je een beetje geld besparen. En je hebt bovendien ook echt niet een compleet nieuwe garderobe nodig voor de herfst. Kan je het gewoon een beetje opnieuw combineren op heel veel leuke maniertjes. En we gaan je laten zien hoe wij dat doen. Deze jumpsuit is echt super leuk zomers en heeft een heel erg leuk bloemenprintje erop. Maar je kan hem ook zeker meenemen naar de herfst. En dit komt onder andere doordat hij een donkere ondergrond heeft. En hierdoor matcht het heel erg goed met een zwarte trui. En die zwarte trui die maakt het geheel meteen een stuk meer herfstig. En het lijkt nu eigenlijk alsof je een lekkere loszittende casual broek aan hebt met erop een trui. Dit velvet jurkje heb je ook echt een zomers model omdat hij wat bloter is met van die dunne bandjes. Maar hij is ook heel erg goed om mee te nemen naar de herfst en winter. En dat is omdat hij gewoon een velvet stofje heeft. Maar daarnaast kan je ook heel gemakkelijk er gewoon een longsleeve onder dragen, zodat hij net wat meer gekleder en warmer is en daardoor dus herfstproof. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor dit simpele zwarte topje. Het is natuurlijk al een perfecte basic die je ook zeker nog in je kast kan laten hangen voor als je een keertje uitgaat. Maar als je hier ook weer een trui onder combineert, dan is die lekker warm en heb je eigenlijk een ja, best wel leuke en hippe longsleeve. De afgelopen zomer heb ik dit witte gestreepte broekje heel vaak gedragen en deze kan ik ook zeker meenemen naar de herfst. Het enige wat ik heb gedaan is er gewoon een lange, lekkere, warme trui op gedragen. En ik ruil mijn sneakers om voor deze overknee laarzen. Maar eigenlijk elk najaar komt de Vampy Lip weer terug als een soort trend. Maar eigenlijk is het misschien een soort van tijdloze trend. En wij vinden het zelf ook wel echt heel erg mooi staan. Nou, we kunnen ons voorstellen dat je misschien geen 100 lipsticks wil kopen voor in huis. Dus als je gewoon een mooie rode lipstick hebt en een paar oogschaduwpaletjes in een beetje bruin tinten, dan kom je al heel erg ver. Met deze hack laten we je zien dat je gewoon een normale rode lipstick kan omtoveren tot verschillende tinten. Van tevoren heb ik even wat kleuren uitgeprobeerd, zodat je kan zien van welke je het allermooiste vindt. En deze kan je daarna heel gemakkelijk gewoon aanbrengen op je lippen. Op mijn lip heb ik gekozen om de lipstick te combineren met een hele donkere oogschaduw met een paarse glans erin. Want ik vind dat wel heel erg mooi bij elkaar staan. En Tara heeft ervoor gekozen om de lipstick te combineren met een bruinere oogschaduw, waardoor ze echt een hele mooie burnt, roestig-achtige kleur op de lippen krijgt.
Het zijn beide echt super mooie kleuren die heel erg goed bij de herfst passen, vinden wij. En bovendien bespaart het je geld en kun je echt eindeloos combineren en zorgen dat je lipstick helemaal goed matcht met je outfit. Lekker geurende droogteonderzoekjes zijn bij ons echt favoriet, want ze zijn super makkelijk om gewoon tussen de stapels kleding in je kledingkast te leggen, waardoor alles weer lekker gaat ruiken. Maar je kunt ze nog voor iets anders gebruiken en dat is tegen statisch haar. Nou, op dit moment staat de verwarming niet aan en vaak als de verwarming aanstaat en het nog iets kouder is buiten, dan krijgen wij last van statisch haar. Voor deze video moesten we het een klein beetje forceren en gewoon proberen statisch te maken, zoals je kunt zien. Uiteindelijk is het een klein beetje gelukt en dan kunnen we je nu laten zien hoe het nou werkt. Als je zo'n droogtrommeldoekje pakt, kan je hem over je haar heen wrijven en op die manier gaat alle pluis en de statischheid gaat weg. En wat je overhoudt is mooi pluisvrij en silky haar en het heeft zelfs ook nog een beetje een geurtje. Ja, dat is altijd lekker toch? Ik hoop dat deze hacks jullie een beetje helpen om wat soepeler door het najaar te glijden, want het wordt alleen maar kouder. En natter. En er komt meer wind bij. En dat is niet altijd leuk. Maar met deze hacks kom je weer helemaal in de positieve vibes. En komt alles goed. Ja, laat het ook vooral eventjes in de comments weten wat jouw favoriete ding is aan de herfst. Zijn dat de kleuren? Zijn dat misschien de warme drankjes? Laat het eventjes weten. En dan kunnen we elkaar een beetje inspireren en oppeppen in deze gure tijden. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En dan zien we je heel erg graag terug in de volgende video. Doei! Geurende droogtrommeldoek. Dat was een heel moeilijk woord. Geurende droogtrommel. Dat gaat echt weer te langzaam dat ik het zeg. Maar droogtrommeldoekjes.